Zaterdag ging de 50ste editie van de Gouden Spike van start. Het grootste atletiek evenement van de regio. 50ste editie, een jubileum editie. Maar vanwege corona ook een editie zonder publiek. Met minder atleten dan normaal en met verplichte sneltests voor alle aanwezigen. Gelukkig verliep het dankzij de vele vrijwilligers vlekkeloos. Daar hebben we ontzettend veel werk voor moeten verzetten. Gisteravond zijn er al ruim 150 vrijwilligers getest. Vandaag zijn er nog eens een 5500 mensen getest. Alle atleten, coaches. Ja, dat was echt heel veel extra werk. En dat is allemaal heel smooth verlopen. Dus ja, eigenlijk niks dan complimenten daarover aan iedereen die daaraan bijgedragen heeft. Met de Olympische Spelen in aantocht waren verschillende Nederlandse Olympiërs aanwezig om te kijken hoe het met de vorm staat. Zoals polshockspringer Menno Floon en zevenkampster Anouk Vetter. Ik zit op de goede weg. Ik had eerder deze dag een PR op ver. Nou, mijn snelheid is goed. Dus ja, het gaat nu gewoon puntjes op de i en dan doorwerken naar Tokio. Ik hoop het 85, 95 wel te halen. Het ene positieve is wel, ik heb voor het eerst langer een aanloop gedaan. Dus dat pakte goed uit. Zoek alleen een beetje ritme nog in de aanloop. Maar dat komt zeker goed de aankomende wedstrijden. Nou, het is heel fijn om gewoon weer wedstrijden te doen. En het is misschien niet zoals we gewend zijn. Maar dat we dit kunnen doen is toch geweldig. Ik ben er heel blij mee. Maar er kan maar één iemand de Gouden Spike winnen. De beste prestatie van de dag bepaald door een jury bestaande uit oud-atleten. Dit keer vanwege het jubileum. 6 oud-Olympiërs van Leidse komaf, waaronder Bram Wassenaar, Camille Maassen en Tessa van Schagen. De winst ging naar Fleur Jong, para-atleten. Zij sprong in het verspringen in haar categorie, de T62-klasse, een wereldrecord. 6,09 meter. Ja, dat was wel echt, dat wilde ik ook heel graag natuurlijk. En vandaag was eigenlijk wel de dag om het te doen. Het was mooi weer, de wind was mee, het veld was goed. Dus ik dacht, ja, dit is de tijd. T62 is voor mensen die hun beide onderbenen missen en dus op 2 blades lopen. En 64, dan heb je er eentje. Maar wij strijden samen, want ja, 2 of 1, dat maakt allemaal niet uit. Ik vind het echt geweldig dat Fleur die Gouden Spike gewonnen heeft. Wij hebben in 2013, geloof ik, ja, hebben we al geschiedenis geschreven omdat Marlou van Rijn toen als eerste Paralympische atleet een Gouden Spike won. En dat gaf toen nog wel wat discussie in de atletiekwereld. En ik vind het gewoon echt geweldig dat Fleur, wat ik een fantastische atlete vind, dat die vandaag met 6,07 meter met reguliere wind die Spike gewonnen heeft. Weet je, als je dit ziet met zulke fantastische prestaties en een zo goed draaiende wedstrijd, dan wil je gewoon hier 1000 man publiek langs de kant hebben staan die daarvan kunnen genieten. Dus ja, ik hoop echt dat dat kan volgend jaar en dat het ons gegund is om dat te doen. Eigenlijk is dit de eerste oplevering van alles wat nog staat te gebeuren en dat is de oplevering van het kunstwerk. Wij hadden het kunstwerk natuurlijk eigenlijk begin van volgend schooljaar willen openen met een doek en alles eromheen. Maar ik had mij niet gerealiseerd dat als ik de dames van Advertisement de vrije hand geef om een geweldig kunstwerk te maken, dat ze dan ook echt uitpakken met een geweldig, maar ook groot kunstwerk. Dus we ontkwamen er niet aan om het nu al te plaatsen. Stijgers zijn nodig en we kunnen het ook niet meer toedekken met een doek. Dus we zeggen, nou, dan maken we hier gewoon de eerste oplevering van. Barbara en Nicky, ga ons voor naar door de fietsenstalling, naar de deur. En via die fietsenstalling kwam het gezelschap in de aula, waar het werk een plek heeft gekregen. Het laatste avondmaal is in dit geval het Leidse avondmaal geworden. Dus er zitten Leidse prominenten aan tafel. Ik zie hier, ik wijs hem maar even aan, Einstein. Ja, Einstein inderdaad, Marie Curie. Zie je daar? Natuurlijk zien we Rembrandt. Ja, we wilden hier eigenlijk het beginstuk van maken wat naar boven toe eigenlijk Leonardo liet zien. En de diversiteit, maar ook alle onderwerpen die net genoemd zijn. Dus ja, we zijn er wel heel blij mee. Er zitten wat grapjes in hier en daar. Ik weet niet, daar zie je een kat. Je ziet hier een klein vogeltje. Weet je wel? Dus we hebben ook wat kleine details erin verwerkt, waardoor het ook nog wat speels is. Nou, we stonden net bij het Leidse avondmaal. Dit is weer een ander deel van jullie kunstwerk. Wat zien we hier?
Moet ik zelf even kijken. Nou, we zien in ieder geval de Morsepoort. Ja. We zien als je omhoog gaat de Gulden Snede van Leonardo da Vinci. We zien een stukje van Mona Lisa. En hier gaat eigenlijk alles vooral ook over in tandwielen en in de wielen van het leven, zou je bijna kunnen zeggen. Hè? Dat alles uiteindelijk op elkaar wordt afgestemd. En, Hoe zijn jullie nou te werk gegaan? Krijg je een hele vastomlijnde opdracht of de vrije hand of iets ertussenin? Nou, eigenlijk gaan we in eerste instantie altijd in gesprek. En in dit geval dan voornamelijk via Zoom-sessies helaas. Er zijn dus verschillende dingen genoemd die zij heel belangrijk vonden. Zoals Leidse prominenten, Leidse geschiedenis, natuurlijk toch een school in Leiden. Ook het verleden van Rembrandt. Uiteraard Leonardo da Vinci. Maar ook bijvoorbeeld alle vakken moesten aan bod komen. Scheikunde, natuurkunde, talen, de multiculturele samenleving, omdat je toch met z'n allen doet. En volgens mij zijn ze dat, de ingrediënten. Ja. Staat hier een trotse schooldirecteur? Hier staat een hele trotse schooldirecteur samen met heel veel trotse collega's volgens mij. Ja, na 17 jaar gaat het gebeuren. Bij een school, of in een school eigenlijk inmiddels, die nog niet klaar is, hè? Nee, maar we zijn nu wel een heel eind. Het is eigenlijk de eerste oplevering van het kunstwerk. En we beginnen over, voor mij 2 weken, met de 3e etage. En dan elke week een etage naar beneden. En 21 juli krijgen we de sleutel en dan is dit onze school. En dan gaan we ons alleen nog maar inhuizen, zodat we alle leerlingen op 1 september kunnen ontvangen. In dit prachtige nieuwe gebouw. Dan gaat er buiten ook nog van alles gebeuren, hè? Ja. Het gaat eruit, van het oude parkeerterrein. Ja. Nou ja, we hebben er heel bewust voor gekozen, want onze huidige school heeft eigenlijk geen terrein voor leerlingen. Dat is de fietsenstalling. En we hebben hier gekozen samen met de gemeente om iets meer te investeren, maar een overdekte fietsenstalling te maken. Waardoor er allerlei etages komen wat als pleindienst. En de rest is dus gewoon ook echt plein voor ons. Daar komt een pannaveldje, daar komen zitbanken, daar komen planten, bomen, van alles. Het wordt echt een buitenterrein waarvan wij hopen dat het uitnodigt om ook gewoon op schoolplein te blijven. We hebben natuurlijk met elkaar in de regio de afgelopen periode besluiten genomen over bijvoorbeeld de regionale energiestrategie, over een strategie op mobiliteit, bedrijventerreinenstrategie. En waar we de komende tijd aan willen gaan werken is van wat betekent nu die regionale opgave die we hebben, wat betekent dat nu voor Zoeterwoude? Om met elkaar daarin de juiste keuzes te maken. Waar zitten de kansen, maar waar zitten ook de bedreigingen? En daarbij onze kernwaarden groenwijds, ondernemend en sociaal als richting te kunnen gebruiken en ook op basis daarvan de goede keuzes te gaan maken. In de afgelopen jaren is het gelukkig zeker goed gegaan en hebben we mooie reserves kunnen opbouwen. Je kan nu zien dat door de groei van de gemeente, met het aantal inwoners, maar ook met alle regionale opgaven en de dingen die vanuit de Rijksoverheid onze kant opkomen, we toch wat meer moeten kijken van hoe gaan we het financieel rondbreien. En juist daar helpen op dit moment die reserves van de afgelopen jaren goed bij om de gaten die er vallen, financieel gezien, om die te kunnen dichten. Ook op het personeelsvlak gaat de gemeente wat geld uitgeven en dan bedoel ik hun eigen personeel. Waarom is dat nodig? Ik noemde net al even de toegenomen werkdruk door alles wat er op het bordje van de gemeente en van de medewerkers ligt. En wij hebben gemeente om als college te zeggen van ja, we moeten daar wat mee, we willen daar wat mee. Om ervoor te zorgen dat de medewerkers die nu aan het werk zijn ook hun werk kunnen blijven doen. En zodat we ook toegericht zijn of toegespitst zijn op de organisatie van de toekomst. Dat het werk gedaan wordt, dat het goed verdeeld wordt en dat de overbelasting die er bij een aantal mensen nu dreigt, dat we daar een stokje voor steken. Maar de gemeente heeft de afgelopen jaren juist externe mensen ingehuurd. Heeft dat niet tot een oplossing geleid? Dat heeft deels tot een oplossing geleid. Alleen je ziet dat naast het inhuren van mensen, bijvoorbeeld omdat functies gewoon niet goed te vervullen zijn, omdat de markt heel erg krap is als je mensen zoekt, ook nog eens een keer het werk blijft toenemen. Dus dan is vervolgens de vraag met elkaar van hey, blijf je alles extern invullen of ga je ook die vaste schaal verder verstevigen en robuuster maken. En we hebben als college daarvoor gekozen om in ieder geval een aantal stappen te zetten. Maar we zijn ook bezig met een organisatiescan. En
gaan we ook de komende periode met de Raad het gesprek aan over een meer definitieve invulling daarvan. Onder andere in de Grote Bolder gaat er heel wat gebeuren, het bedrijventerrein. Wat zijn de plannen? Een praktisch iets wat er moet gaan gebeuren de komende tijd is dat het asfalt vervangen gaat worden. En juist omdat we het integraal aanpakken de afgelopen periode en dat ook willen blijven doen, kijken we dus naast die vervanging ook van wat kunnen we met de fietsstroken, kunnen we die verhoogd aanleggen? Wat kunnen we doen met klimaatadaptatie, riool loskoppelen, waterberging? En daar wordt dus een project van gemaakt, althans dat is het voorstel aan de Raad, om dat verder voor te bereiden en uit te gaan zoeken, zodat werk met werk gemaakt kan worden en het in één totaalplaatje opgepakt kan worden. Er komen extra restafvalcontainers en dat is om kosten te besparen. Hoe werkt dat? Je zou zeggen van, hey, hoe zit dat? Die vraag stel je ook. De containers die werken zo dat op het moment dat de container tot een bepaald percentage gevuld is, dat er een signaal afgegeven wordt van hey, kom die containers legen. En de bedoeling is, doordat er containers bij gaan komen, dat dat afval wat meer verdeeld gaat worden over die containers, waardoor ze minder snel vol zitten en dus ook minder snel dat signaal gegeven wordt, juist voor die containers die het eerste vol zitten, waarbij een hele route gereden gaat worden, om die druk wat te verdelen en daardoor dus betere capaciteit qua opvang van dat restafval te krijgen. Ja, nou staan die containers pas 2 jaar. Ik neem aan dat er vooraf een vlekkenplan gemaakt is en nagedacht is waar ze moesten komen. Wel gek dat er binnen zo'n korte tijd al extra containers nodig zijn. Zijn ze op de verkeerde plekken aangelegd of zijn ze te klein? Of zijn Zoeterwoudenaren op andere plekken afval gaan weggooien dan de gemeente had gedacht? Dat laatste, dat weet ik niet. Maar de containers waar het nu in ieder geval over gaat, die zijn populair als plekken om daar juist restafval te brengen. Ja, en het idee of het voorstel is om op deze manier daar dan een oplossing voor te zoeken. Een flinke ravage in Voorschoten maandagavond. Rond 9:30 vloog daar voor het gemeentehuis een auto over de kop. De bestuurder van de auto raakte eerst een geparkeerde auto en verloor daarna de macht over het stuur. De vrouw raakte bij het ongeluk bekneld en is uiteindelijk door de brandweer uit haar auto geknipt. Daarna heeft ambulancepersoneel zich over haar ontfermd. De Leidseweg was vanwege het politieonderzoek urenlang afgesloten voor verkeer. Tot midden in de nacht werd onderzocht wat de toedracht van het ongeluk is, maar daarover is tot op heden nog weinig bekend. Rond 3:00 s'nachts werd de weg weer vrijgegeven. Dit is de groene rand van Leiden en daar aan de overzijde van de snelweg zijn windmolens gepland door de provincie. In onze wijk ligt het pal tegenaan. Wat denk je dat je voor last van die dingen krijgt? Behalve dat de molens vanuit grote delen van de wijk en woningen te zien zullen zijn, omdat ze heel dichtbij staan, produceren de molens ook in de nacht met name ook lawaai. De snelweg hoor je dan niet, maar de molens blijven doordraaien. En dat kan tot allerlei gezondheidsschade leiden in de wijk. Volgens het klimaatakkoord moet Nederland voor 2030 50% van de CO2-uitstoot verminderd hebben. Iedere regio moet daaraan meedoen. En de oplossing die ligt onder andere in het plaatsen van windmolens. Achter het geluidsscherm ligt de A44 en de Rijnlandroute. Hij is heel breed geworden. En de provincie heeft het idee dat alle windmolens het beste langs infrastructuur kunnen worden geplaatst. En vanaf het Valkenburgsemeer zie je de wijk ook bijna niet. Maar vanuit de wijk zullen wij die windmolens nadrukkelijk wel zien, want de afstand is maar 300 meter tot de rand van de wijk. Ook in andere plaatsen in de regio is protest tegen de komst van windmolens. Maar als niemand ze wil, hoe gaan we de doelstelling dan halen? Ik vind de oplossing zoals het nu wordt gebracht, dat elke regio op elke postzegel moet kijken waar ze nog een windmolen kunnen plaatsen, dat is volgens mij niet de goede weg. Zeker niet in een dicht bebouwd gebied als de omgeving van Leiden. Maar zeg je dan eigenlijk, ga maar naar de Flevopolder? Dat hoorde ik ook niet zeggen, maar ik denk wel dat het landelijk bekeken moet worden waar je deze grote transitieopgave zou kunnen plaatsen. En niet elke regio opzadelen met de verplichting om in elke achtertuin, in elk stukje groen wat nog over is, een paar molens te plaatsen of zonneweiden te plaatsen. Nederland speelt vanavond de tweede groepswedstrijd tegen Oostenrijk. De eerste groepswedstrijd werd met 3-2 gewonnen van de Oekraïne na een hele spannende wedstrijd. Wat verwachten de Leidenaren van de wedstrijd van vanavond? Nou,
Ik denk dat Nederland, ik denk dat het 1-2 wordt. Voor Nederland? Ja. Ik hoop dat Nederland gewoon echt gaat winnen. Hoeveel denk je dat het wordt? Nou, het moet gewoon weer 2-0 worden. 2-0? En als het dan 2-0 wordt, hoe sta je dan voor de tv? Nou, dan ga ik gewoon juichen. Ja, kan je dat een keer voordoen? Dan ga ik gewoon zo doen. Ja? Ik denk 3-1. 3-1. Voor Nederland. Voor Nederland. Nou, dat moet goed komen. Dus ja. Dan gaan ze door. Hoe ver verwacht u dat ze gaan komen? Halve finale. Halve finale. Ja. Ik verwacht kwartfinales, denk ik. Nou, ik kijk een beetje mee. Dus, met uw man? Dus ik verwacht niet zo heel veel van. Ik geloof niet dat ze nou al supergoed doen. Maar goed, ze hebben de vorige keer gewonnen. Dus dat is al fijn. Best ver. Best ver. Finale? Ja, ik hoop het. Ja, vast wel. En dan winnen ze die? Nou, zou ik wel willen dat ze gaan winnen. Dat is gewoon een Europees kampioen dit jaar. Ja. Nou, dat moet helemaal goed komen dan volgens mij. De Buurt, een zomerse hotspot gevestigd in het oude pesthuis van Leiden, is weer deels geopend. Door de coronamaatregelen was het nog niet mogelijk om volledig open te gaan. Daarom organiseert De Buurt de pre-opening. Ja, we zijn zeker blij dat we weer open kunnen. Nog niet helemaal zoals we graag zouden willen. We wachten natuurlijk met z'n allen tot we echt weer open mogen. Want voor degenen die De Buurt kennen, we hebben nog wel een grote plek. Kunnen veel mensen huisvesten. Dat kan helaas nog niet. Maar het lang verwachte licht aan het eind van de tunnel schijnt. Dus we hopen zo snel mogelijk echt open te kunnen. Hoe ziet de pre-opening eruit? Het was voor ons een beetje twijfelachtig aan wel of niet open. Want we kunnen natuurlijk niet de hele buurt nog laten zien zoals we zo graag willen. Toch een pre-opening. Tijdens de pre-opening hebben we het festivalterras. Het hart van het pesthuis is deels geopend. Een klein plekje, want daar kunnen we 50 mensen ontvangen. Hebben we binnen een nieuwe zaal, de dojo. Daar kunnen mensen spelletjes spelen, ook eten en drinken. Dus altijd, je zit altijd droog in de buurt deze zomer. En nieuw dit jaar hebben we 2 spelzalen. Die zijn ook open en zolang het de pre-opening is, zijn die spellen ook gratis. Dus het is eigenlijk een klein voorproefje wat de zomer te bieden heeft met het eten van Barlokaal. Barlokaal doet dit jaar ons eten. Dus Barlokaal runt de keuken. En zij zijn een restaurant uit Hartje Leiden. Zoals ik zei, het licht aan het einde van de tunnel schijnt een beetje. En dat licht is hopelijk een zonnetje. Dus de zomer zien wij, gaan we positief tegemoet. Zoals de mensen die De Buurt kennen, is er altijd iets te doen. Van programma tot de spellen spelen deze zomer. De hele agenda staat eigenlijk al bijna vol. Maar we kunnen pas echt dingen gaan communiceren als dat kan. Het enige wat er nu nog bekend is dat het Levende Brouwerij Festival, het Leids Speciaal Bier Festival, staat in augustus in de buurt. Toen we open gingen, we konden heel laat pas communiceren dat we open gingen. Omdat we alles nog goed moesten regelen. Al het papierwerk moest nog in orde worden gemaakt. Dus we zijn heel laat open gegaan. Wilde eerst mijn tickets open en toen weer niet. Dus mensen weten nu steeds meer te vinden, De Buurt. Zoals je ziet, het wordt steeds drukker en gezelliger. We willen gewoon zo graag het hele terras opengooien in alle zalen. Dus dan... aan drukte en gezelligheid geen gebrek. Ja, de buurt is donderdag tot en met zondag regulier open. Op de andere dagen kan je hier iets afhuren. Het pesthuis is gelukkig dat zo gebouwd dat we een hele grote binnenplaats hebben. En dat is wel echt het zomerse feestje. Dus als de zon schijnt is het hier het gezelligst en het drukst. Maar we hebben dus 8 binnenzalen. We hebben het Kulthuis, onze theaterzaal, daar is het programma. 2 speelzalen dus nieuw. We hebben binnen nu ook een restaurant. Vorig jaar zomer was het nog op het drukst en gezelligst als het zonnetje scheen. Maar dit jaar kan het zelfs sneeuwen en is het nog gezellig in de buurt.
Ja, we zeggen ze inderdaad zelf, de buurt is de zomerse hotspot van Leiden. En van Leiden vinden wij altijd een beetje zwaar om te zeggen. Omdat ik zie eigenlijk de hele stad als een grote zomerse hotspot. En iedereen moet naar heel Leiden komen, want Leiden schijnt altijd het zonnetje. Maar wat hier gebeurt is, hier geven we eigenlijk een voorproefje wat de hele stad te bieden heeft. Van het eten van Bar Lokaal tot elke organisatie of kunstinstelling die hier straks te zien is.